Vrienden, we zien hem zitten. Daar, ja, in Breda. Moet ik Stijn? Ja, Stijn. Moet ik zeggen tegen je? Ja, er valt niet zoveel te zeggen, Harry. Het was een ongelofelijke deceptie van de week. Dus wij gaan, ik zag je zitten op tv. Ik dacht, Ja, ja. Nee, dat heeft wel even geduurd. Tenminste, we zijn er nog steeds allemaal doodziek van. Ja. En omdat, ja, weet je, heel de club, heel de stad, iedereen was klaar voor promotie na zo'n week. En als je zag wat voor onthaal we hebben gekregen voor de wedstrijd en die dagen daarvoor, dan wilde je niks liever dan heel NAC laten promoveren. En dat minuut voor tijd wordt de droom aan diggelen geschoten. Tijdens de wedstrijd had jij natuurlijk het idee, hè? Dus, we gaan het doen. Ja. Ik had toch niet anders, die 1-1 valt en je denkt, Ja, dat dachten we allemaal. Wij hebben hard moeten knokken voor die 1-1. En toen die uiteindelijk viel, toen hebben we nog heel even doorgedrukt voor de 2-1 gelijk erachteraan. Maar daar, ik heb gisteren ook nog met een aantal spelers gesproken. Daarin zag je toch dat de vermoeidheid, zeker na de loodzware wedstrijd tegen Emmen, toch wel in de benen kwam bij de jongens. Ja. En toen zag je dat de ruimtes heel groot werden. En ja, dan kan die op dat moment beide kanten opvallen. En één moment doet je dan de das om. En toen ging je naar de kleedkamer. Vertel even, hoe ging dat daar? Ja, dan zit je eerst met de staf bij elkaar. En dan, dan overheerst de emotie. En de pijn en de leegte van het moment dat je zo dichtbij bent. En dan, dan moet je toch je werk doen. Je moet naar de pers. En daarna ben ik de kleedkamer ingelopen. En daar zat nog steeds iedereen verslagen. Dus ja, dan probeer je toch de jongens door middel van een hand of een aai over de bol een hart onder de riem te steken. Maar iedereen doet dat op zijn eigen manier. En het was echt een hele grote teleurstelling. Heb je nog geslapen daarna? Nee, wij hebben zondagavond op een gegeven moment naar Den Haag gereden. En ik heb de hele nacht ben ik opgebleven. En bleef maar die goal door je hoofd spoken. En het feit dat je ernaast grijpt en dat je zo dichtbij bent. Dat, dat is heel hard. En, dat weet je als geen ander. Dat hoort ook wel bij de sport en bij het voetbal. Ja. En, je staat soms ook met lege handen. En hoe hard ook. Maar dat moet je dan toch een plek geven en accepteren. Ja. Je kon hem ruiken, hè, die visie. Je kon hem... Ja. Deden wij ook. Je kon hem ruiken. Wat verdorie, zeg. Maar luister even goed. Wat iedereen zegt en wat mensen mij ook de hele tijd schrijven. Waarom zet die Maurice niet die Hooijdonk erin? En dat is maar terugkerend. En dat blijven mensen maar schrijven en roepen en doen. Leg het uit. Waarom niet? Waarom heb je dat niet gedaan? Vaak genoeg. Ja, goed. Ja, voor de mensen is het ook vaak niet vaak genoeg. Kijk, ik vind dat wij twee, en zelfs met Lex Imers, eigenlijk drie goede spitsen hebben. En waarvan ik ieders kwaliteiten weet. En waarvan ik weet dat Sydney altijd een goal kan maken. Dodelijk is in de 16. Maar waarin we ook wel een aantal wedstrijden hebben gezien, zeker in de topwedstrijden, dat we dan heel moeilijk aan het voetballen kwamen. En daar moet hij nog in groeien. En hij is jong, dat mag. En de meeste spitsen worden eigenlijk, naarmate ze wat ouder worden wat beter. Ja, die tijd die geven wij hem ook. En de keuze bijvoorbeeld voor Lex Immers tegen Emmen viel hartstikke goed uit. Die scoorde ook. En dan hoop je ook dat tegen NEC dat het wordt. En dan hebben we het heel moeilijk, zeker voorin. Ja, dan op dat moment beslis je toch na 60 minuten om Sydney en Bilater te brengen. En dan maakt hij ook een goede goal. Dus dat is eigenlijk de reden. Meerdere goede spitsen. En voor mijn gevoel moet Sydney nog een aantal dingen ontwikkelen. Ontwikkel je ook meestal als je veel speelt. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, ik heb de keuze uit een aantal goede spitsen. En ik kijk vaak ook van wedstrijd naar wedstrijd wie ik daarin nodig heb. Okay. En daar maak ik mijn keuzes op. Goed. Hey, het is nu niet gelukt. Maar volgend jaar moet dat natuurlijk wel goed. Moet het gebeuren gewoon, of niet? Ja. Wat een druk bij jou. Ik bedoel, het is niet meer een kwestie van we zien wel volgend jaar. Nee, volgend jaar moet het gebeuren, Stijn. Ja. Nee, weten we. En daar zijn we met z'n allen heel goed van op de hoogte. En dit jaar moest het eigenlijk ook in eerste instantie, maar mede door corona.
hebben wij de doelstelling bijgesteld en gezegd, oké, we willen het dit jaar. Nou, is net niet gelukt. En volgend jaar moet het gewoon gebeuren. Want, ja, lijkt me wel. Dan word je de televisie. Ja, want kijk, die mensen van NAC, ja, die zitten natuurlijk in zakken naast nu nog steeds. Maar goed, wat ga je die zeggen? Spreek ze toe, want die mensen die zijn natuurlijk net zo op nog veel erger teleurgesteld dan jullie. Zeg het maar. Ja, nou, ik denk dat iedereen even erg teleurgesteld is. De supporters, de mensen die bij de club betrokken zijn. Ik heb kantoorpersoneel, spelers, stafleden zien huilen. Supporters. Dat is gewoon een heel zuur einde van deze play-offs, waarin eigenlijk alle seinen op groen stonden. Dus ja, hier moeten we onze lering uittrekken. We hebben heel veel ups en downs gehad dit jaar. Maar ik ben ervan overtuigd dat we hier nog sterker uitkomen. Dat de ploeg volgend jaar nog sterker is en wordt. En dat we absoluut een gooi gaan en moeten doen naar het kampioenschap. Ja, zeker. Je hebt Zeuntjes erbij. Hey, hallo. Ja. Hallo. Ja, die schopt er gewoon tussen de 15 en 20 in voor je. Ja, dat is wel de bedoeling. Daar hebben we hem ook voor gehaald. Ja, als je dan niet promoveert. Hallo Maurice. Hey. Ja. Ja. Dus wat ga je tegen mij zeggen? Nou, Harry, volgend jaar worden wij kampioen. Fijn. Kijk, dat is wat we willen horen. Dat is de spirit. Ja. Kijk, jongens. Volgend jaar, dan gaat NAC naar de Eredivisie. Yes. All the best. Dankjewel. Oké. All the best. Doei. Bye bye. Hai hai.